Waarom is dit zo'n kutgun? Ik probeer granaten te zwieberen als een hond. Hij deed het al bij mij. Ik kom naar jou toe. Pardon, dit potje moeten we winnen. Yep. Bok. Bok dat we hem gaan winnen. Oké, we spreken al. We mogen alleen magnums gebruiken. Ja? Ja. Is goed. Gaan we echt alleen magnums? Ja. There's no sheriff in town. En elke keer als we iemand killen, moeten we dat zeggen. Nee, ja, dat. En dan moet de andere, die moet dan echt... Oké, ik doe dat wel. Oké, is goed. En dan zeg ik wel, there's a new sheriff in town. Je moet hem nog boerser zeggen. There's a new sheriff in town. Ja, precies. En dan doe ik... This town is too small for the two of us. Is goed, oké, doen we. Bye. Gewoon dat we uiteindelijk gewoon 3 magnums hebben. Gewoon kapauw, kapauw, kapauw. Billy the Kid, motherfucker. Oh, en dan spawnen we ook gewoon echt bok. Oh mijn god. Oké, waar moeten we naartoe? Wat is een goede plek? Ja, ja. Ik ga zo dicht mogelijk bij die ene kerk te landen. Ja, ik ook. Bij die ene grot. Volgens mij mag je dan... Oké, laten we het zo zeggen. Dat je wel gewoon een periode mag overbruggen met een ander pistooltje. Oké, okay, totdat je uiteindelijk een magnum vindt. Is goed, is goed. Totdat we het echt kunnen doen. Ja. Ah, kut. Iemand landt al in dat grotje. Rot op. Ja, dat ben echt. Ik, denk ik. Oh, echt? Ja, rood shirt. Nee. Er is nog iemand geland. Ja, bok. Er zijn nog 2 mensen geland. Dit is gekut. Ik zit echt op zo'n rand. Waar de fuck ben jij? Ga naar die grafstenen. Oké. Okay. Daar ligt ook meestal nog iets. Hey, Emre. Hey. Oh my god! Ren! Ik ren! Ren! Hij komt eraan. Ren. Volgens mij heeft hij een AR hoe die liep. Ja, volgens mij ook. Oké, let's go. Hier zijn die ene huisjes. Oké. Gaan we naar die huisjes? Nou, hebben we veel keuze. Oh shit, daar is iemand ook bij de kerk. Oh mijn god, hij heeft me gezien, denk ik. Fuck de kerk! We lopen zo achterlangs en dan glijpen we dat ene huis binnen. Donald, hij heeft me gezien, hij komt eraan. We moeten heel snel in dat huis. Ja, kom. Snel, doe het ja, snel. Ja, ik ren hoeren snel. Rent iemand ook verderop in de straat? Oké, snel. Oké, snel, nog sneller. Oké, Donald, hij komt er fucking snel aan, die man. Ouwe, ik sta in de keuken, ik kan niks. Oké, fuck it. Oké. Doe de deur dicht. Oké, de deur is dicht. Er ligt hier geen kut. Oh, wacht, hier ligt een klein pistooltje. Pistool. Pak iets. Oh, het is een magnum. Hey. Oh. Pas op voor de auto. Ik heb een shotgun. Holy shit, oh, it's fucking loaded, man. Ja, we wachten gewoon af, ouwe. Ja, precies. Oh, verderop bij dat huis. Dat huis. Hij gaat hem looten. Kijk, die huis? Dat huis. Gewoon, als in, dat kan elk huis zijn. Oh, ik denk al, zei ik die huis, jezus. Maar dat huis waar ik nu naartoe wijs. Oké. Ja, die gele. Ja. Yeah. Maar ik hou de deur wel even in de gaten, man. Is goed. Ja, we kunnen ook naar dat huisje aan de overkant. Oh, hij loopt over straat. Hij gaat over straat lopen. Oké, kom maar aan. Hij zit zeg maar bij die ene oprit van dat ene gele huisje. Ah, oh, is goed. Achter dat muurtje. Ja, hij is die gozer aan het looten die net heeft gekild. Ja. Oh, ja, ik zie hem. 2 gasten. Ik heb hem geraakt, man. Maar hij weet dat ik nu hier ben. Ze zijn met z'n tweeën. Hij zit achter dat muurtje. Oh, we moeten echt hier weg. Hij zit achter dat... Ja, hij komt eraan. Hij komt er hoerhard aan. Waarom komt hij eraan? Hij komt vanaf het noorden. Vanaf het noorden. Oh, ja. Ik wacht hem gewoon op met een shotgun, man. Laat hem komen. Ja, precies. Ik zie hem. Waar hij is staat, hij? Vlak achter dat muurtje. Hij gaat waarschijnlijk aan onze zuidkant komen. Ja, noord of oostkant. Via het zwembad, zeg maar. Is goed. Schiet hem als je hem ziet. Ik ga naar beneden met een fucking shotgun! Doe het! Over de weg ook, 1 persoon. Je hebt gewoon! Via de voordeur komt er één. Ah, ik ga dood! Own hem. Hij komt. Niet, wel, niet. Hij loopt om het huis heen. Via de achterdeur, dan komt hij nu, denk ik. Welke kant? Ik zie hem! Hij is hier. Ik kom.
Hij is dood! I like the way you die, boy. This town is too small for the two of us. Please, please. No, no, shh. Ze hadden ook gewoon nog een AK ook. Oh my god, ouwe, dit is echt ziek. Ja, wat nu? Ik weet niet meer wat we moeten doen. Wel. Oké, we gaan eerst inventariseren. En dan... Is goed. Oh, wacht, je wilt de AK oppakken natuurlijk. Ja, maar ik heb er nu een AK opgepakt. Pak het, pak hem op. Oké, ik heb hem. Of niet? Wat doen we? Oké, als het niet anders kan, dan moeten we echt met een AK of zo. Maar zolang er nog ruimte is, dan kan het gewoon met een AK. Kom even in de garage. Met een Magnum? Ja, met een Magnum, ja, sorry. Ik versprak me. Oh, je hebt ook 10 Magnum. Ik heb geen Magnum. Nee, daarom moeten we ook even eentje voor jou vinden. Ja. Maar een shotgun valt ook ongeveer in die categorie van... Ja, ik bedoel, dat kan ook gewoon, weet je, ja. AK dan weer net niet, maar hey. We hebben ze wel vies geoond hoor, eerlijk zeerlijk. Ja, die kneuzen kwamen op ons af, dat is echt niet hoeven doen. Nee, echt niet. Oh, ik zie hier een Magnum liggen in de garage. Oké, kom maar dan. Nog nooit zo blij geweest met een Magnum. Ja. Het kutste wapen wat er is. Yes, er ligt er één. Nee, hier ligt nog een shotgun als je wil, maar... Oh, ja. Oh, kut, ik moet met Magnum lopen. Magnum en shotgun. Ja. Hoi. Oké, dus de AK niet. Die hebben we eigenlijk gewoon voor... Ja. Gewoon erbij. Tering, nog meer Magnum kogels. Echt, het doet gewoon pijn aan mijn hart om gewoon een M9 te zien liggen en ik kan hem gewoon niet oppakken. Dit wordt hem, Don. Dit wordt, omdat het een challenge is. Is goed. Dan ga je gewoon strijden. Strijd ik. Ik wil nu fucking hard mensen door een kop schieten met mijn revolver. Ja. Zo'n quick draw en dan kapow! Juist, precies die. Kapow! Hey, dat is wel een goeie man. 2 Magnums eigenlijk. Ik ga met 2 Magnums spelen. Oké, dan gooi ik mijn AK weg als ik er één vind. Oh, dat doet elke keer pijn aan mijn hart. Oh mijn god, gewoon ik gooi de AK weg gewoon. Oh nee. Oh nee, mijn god! Er ligt nog nee! Oké, ik ga hem niet oppakken. Oké, ik leg mijn eens hier zo in de hoek neer. Oké, laat hem in de kerk, man. Hij ligt wel veilig hier. Ja. Tel dat we een hunting rifle vinden, dat mag wel toch? Ja, want dat is op zich ook gewoon Wilde Westen. Ja, klopt. Oh mijn god, hier ligt gewoon nog een AK, gek. Nee. Ja, hoe ik zweer. Kan het? Hoe kan hier nou weer een AK liggen? Dat is gewoon nooit. Vooral nu niet, dat die ronde al zo lang is begonnen. Precies dat. En nu ligt gewoon... Oh shit, ik zie iemand verderop! Waar? Verderop. Waar ben jij? Ja, ik sta in het gebouw tegenover je. Ja, rechts van je. Hij komt dichtbij. Ik wacht, blijf daar wachten. Hij komt. 3, 2, 1. Hij komt nu, Don. Help! Hij is down. This town is too small for the two of us. There's a new sheriff in town, boy. Jezus, zijn microfoon aan. Zijn microfoon aan de regering. Zijn microfoon aan de kut. Oh mijn god, deze man. Je wilt het niet zeggen. Oké, hij is nu opgehouden. Ik ga niet eens zeggen wat deze man heeft. Wat hij heeft hij? 100 AK-kogels. Nee! Ja, ik meen het. Echt gewoon alles, overal waar we nu zometeen kijken, gewoon AK's spawnen achter ons. Ja, ze droppen gewoon constant uit de lucht. Gewoon voor onze voeten. Echt ouwe. En ik heb hier een body armor. Hij is wel een beetje verneukt, maar... Ik heb er ook een. Rot op. Hij lag echt exact op dezelfde plek. Nee! Ja, ik drukte! En What? Jij drukte! Of we hebben dus... Doe wel de goeie aan. Oh shit, auto. Oh. Duik weg. Oh, hier was iemand dichtbij, man. Schot met een AK. Ja, man. Ik denk op de brug. Ja, ik denk dat hij gewoon via die weg reed. En dan nu naar het zuid. Ja, klopt, maar iemand schoot op hem. Iemand schoot op hem met een AK. Ja, oké. Magnum zijn moer. I got a shotgun. Kijk hoe bang we zijn. Oh! Ja, ik zie hem helemaal verderop, bij dat bochtje. Ja, ik zag hem. Inderdaad, bij dat ene kampje als het ware. Oh, daar is nu een auto bij? Ja. Oh, ze schieten. Oké, wacht, we gaan via onder. Oké, is goed. Go. Maar ik weet niet of we ze moeten schieten, hoor.
Alleen als we een clear shot hebben. Oké. Dus wacht gewoon tot ze elkaar looten. Hij zal nu Grete gaan looten. Nog niet pieken, niet pieken. Nee, ik gebruik een first aid kit. Oké, is goed. Ik doe er ook. Oh, dan heeft waarschijnlijk... Hij heeft eentje gekild en die andere heeft hem nu gekild. Oké. Ik sta bij dit uitkijkpunt. Ik kan hem niet zien, man, die gozer. Gewoon niet bewegen, want dan ga je omhoog. Ja, op de weg. Ja, je hebt gelijk. Oké. Okay. Hij is geliefd! Oh mijn god! Waarschijnlijk zijn teammate. Oh ja, je hebt gelijk, We hebben een auto. We hebben een auto. Oh mijn god, what the fuck is dit allemaal? Waar ligt het tasje? Echt hè? Drop je tas, bitch. Waar zijn deze gasten? Er is hier een tas. Naakse tas. Tering veel AR-kogels. Sneakers. Oh, ik heb ook sneakers voor jou. Oké. Neem maar mee. Die. Shotgun kogels. Ja, oké. Go. Kom op, kudding. Oké, go. Ja. Anders gaan we naar Pisspot Creek. Moet je pissen? In de pot. Of in de creek. Waar wil je? In de pot? Of in de creek? Ik wil het in een pot. Bij de kriek. Oh ja, dat is een mooie video. Moet schijten, man. Ik ook. Maar dat is het Age of Simon probleem. Je moet gewoon altijd moet je of een nummer 2 of een nummer 2 of een nummer 1 of een nummer 2 droppen. Echt nou, dat je zo trillend Age of Simon speelt achter je fucking bureau. En dan uiteindelijk dan hoeft het niet meer en dan ga je dood in game en zeg je echt, oh, fuck it, dit is nog wel een potje. Ja. En dan gewoon midden in de game moet je het weer. Oh, precies dat, ouwe. Ja. Kijk al die mensen die AK's en AR's gebruiken. En here we are, using magnums and shit. Maakt niet uit, Don. Er is een nieuw sheriff in town. Ze moeten het weten. Eigenlijk moeten we dan een politieauto hebben. Eigenlijk wel, ja. We kunnen hem hier anders wel even chillen. Oh, magnum. Ik pak even, ik heb één clip gepakt. Kijk mijn hoed. What you doing in my house, kijk, boy? Deze man. What you doing in my house? Hey, wat? Je hebt ook nog zo die Amerikaanse vlag op je borst. Oh, serieus? Oh ja. Hey, jij ook? Ja, man. Listen, boy. You, me, here in the bathroom. This is America. Get the fuck out my bathroom, boy. This place is too small for the two of us. Hey, boy. Jij weet ook hey gelijk. Boy. Fucking Eddie Murphy. Hey boy! You look mighty cute in them jeans. Yeah. I'm gonna bend over now, boy. Ooh. Ah. Oh, don't come too fast now. Don't let me rip. Nee, wat zegt hij nou iets met. Don't let me rip off that dick with my butt cheeks. Ja, jezus. Fucking mooi. Hey boy! What the fuck, die man is een fucking held. Ja, yeah, mooi. Oké, zodra we iemand gekillt hebben en dan gewoon zo hem aan het loot zijn, dan doe ik mijn sheriff hoed op. Is goed. Allee. Jammer dat je hier niet kan lopen. Dus zo langzaam aankomen lopen. Nou, dat kan wel, alleen die staat uit in de settings, geloof ik. Hij is getoggeld. Oh mijn god, ouwe. Hij is er ook nog. Die moet je doen. Zo. En dan kan je echt zo... Wacht, ik kom even op je aflopen. Oké, ga in de badkamer staan. Oké, hoor. En dan, oké, doe je... Kwaauw! Het ziet er fucking droog uit, al. Camoufleer. Oh. Oh, dat is dichtbij. Oh, dat is bij dit huisje. Ja. In dat raampje. Ja. Hij komt zo direct naar buiten. Staat hier ook een quad en een auto voor. Oké, okay, ik kom dichtbij. Ik blijf gewoon achter die boom chillen. Ik doe me. Ja, oké. Okay. Check jij de achterdeur? Kijk, hij is daar. Ik kan hem schieten. Zal ik hem schieten? Schiet hem. Woe! Wacht. Er kan misschien nog een guy zijn, hè? Oké, ik zie niks. Kut, we zitten in het gas. Ah, nee, niet. Net niet. Oh shit, ik schrok me dood, Don. Sorry. Ik dacht dat het iemand anders was. This city is too small for the two of us, boy. Is die echo er wel vies? Oh, volgens mij zie ik ten westen bovenop de berg een dat auto. Klein... Oh. Ja, zo'n uitsteekseltje, maar ik kan even niet goed zien wat het is.
Ik zie daar iemand liggen, lijkt wel. Of is het een airdrop of zo? Oude airdrop. Oh, ik zie daar iemand. Links. West. Oh ja, bovenop de berg. Ja, fuck hem. We hebben magnums, hè? Ja. Hij komt wel beneden naar de berg. Yo, eentje is ook dichtbij, man. Maar ja, fuck hun. We zijn safe, ouwe. Ja. Maar ja, we hebben magnum zitten. Ga in het bos zitten, dan kunnen we ze ambushen. Ja, is goed. Oké, ik ben uitgestapt. Hoe snel ben je uitgestapt? Gewoon één keer op E drukken. E. Ammo! Shit. Dit man, ouwe, rot op, ouwe. Als we dit gaan winnen. Ik ga gillen. Maar heb jij twee magnums of één? Eén. Ja, ik speel nu met twee. Oh ja, dat had inderdaad ook... Oh ja, dat was het plan. Ja. Maar ja, kan wel. Je kan ook met granaten. Dan drop ik die granaten voor jou. Of ga je met twee magnums? Ja, ik heb al drie granaten. Ah, auto, west. Aan mijn kant. En zeg maar de... Zuidoost? Zuidoost, ja. Hij staat ook, zeg maar bij de volgende boomlinie. Ja. Ze gaan hem daar chillen, denk ik. Je weet dat magnums tering veel damage doen op auto's, hè? Serieus? Ja, fuck it. Ik doe nog op mijn first aid kit. Ja, hij rijdt zeg maar die heuvel weer een beetje op. Hij zit daar een beetje rond te bloeren. Ik kom zo naar de auto. Ja, hij komt weer zuidoost. Oké. Komt hij nu echt, want dan ga ik granaten pakken. Nee, hij rijdt weer om. Ik ga toch granaten pakken, man. Is goed. Tweede gun. Of als tweede gun. Ja. Wat ik bedoel. Oh, hij komt eraan. Ik zie hem nu. Oh, ja. Zal ik een granaat gooien? Nee, dat is... Nee. Die mis je sowieso. Ja, klopt. Ja, we kunnen gewoon op afstand even de magnum op hun auto schieten. Ja. Maar dan moet die... Oh, dat is een lok of zo. Ja. En dan komen ze op ons af en een shotgunnen ze hem, ze moer. Dat kan. Oké, nu, sta op. Wacht. Oh. Fuck. Ik word echt zenuwachtig van die man. Oké, wacht. Ja, nu. Schiet ze fucking auto. Nou, dat is een rookje. Ze zijn hem geboekt. Ja. Maar zijn auto, ja, hij is daar achter de boom. Pas op, man. Pas op, Don. Ja. Zullen we gewoon wegrennen van hier? Ja, dan moeten we jouw kant op. Oké, kom. Dan lopen we een beetje om. Is goed. We moeten ze echt op ons laten afkomen. Ja. En we kunnen hier ook gewoon de bomen weer pakken, joh. Ja. Wat doen we met de auto? Pak de auto. Ja, fuck it. Volgende cirkel is trouwens meer richting het westen, dus we liepen al de goede kant op. Oké, fuck it, kom, gaan daarin. Ja, ze gooiden al grenades, dus dus een grenade minder. Oké, dat zijn die gasten volgens mij, die AK. Ja, volgens mij ook. Ze zijn in strijd. Hoor hem ratelen dan. Ja, jongen. We cool, Don, we cool. Sowieso. Oh mijn god, ouwe. Mijn handen zijn koud. Ja, mijne zijn koud, mijn handen willen nu zelfs poepen. Oh, ik zit in de gas. Dammit, het komt inderdaad wel krap. Ja, het zal zo wel stoppen. Stop! Shit. Beetje linksom. Allebei naar dezelfde boom sprinten. Fucking stop, man! Alsjeblieft! Daar gaat onze positie. Oh man, ik ga weer terug. Yo, kapper mee, bitch. Oh, Oké, we zijn er safe. Oké. Oh my god, ja. Ze kutten achter, met z'n tweeën achter één boom. Ja, ik ga... Ja, maar dit is zo net onder een heuvel dat je niks ziet. Ja, precies. Wat zullen we doen? Ja, fuck it. 6 mensen over, we wachten gewoon. Ja. De volgende cirkel is zuidwest en daar zitten wij. Nee, we zitten noordwest. Kak. We moeten daarheen. Ja, ik zie het. Wil je nu al, of? Ja, kan op zich nu wel, ja. Fuck it, we gaan al, kom op. Okay. Wow, medkit. Oh ja, goeie. Oké, Don. Oké, mijn is gepopt. Vertrouw je mij? Ik vertrouw jou ook. Oh, ik zie iemand helemaal ver, hij zit zuid-zuidoost achter een boom. Zuid-zuidoost, dat is normaal. Als we hier op het heuveltje kunnen... Oh ja, goeie. Geen probleem. Ja, ik zie hem! Twee gasten, hij heeft fucking explosive arrows, die hondenkind!
Nee, wacht, chill hem gewoon. Chill. Ze zitten achter die boom voor ons. Ja, ik zie. Hij komt. Nee, ze komen niet. Ze komen direct hier naartoe. Yeah. Voor zeg maar het volgende gas. En dan neuken we ze gewoon. Ja, je hebt gelijk. Maar hou wel gewoon je first aid kit up. Ja. Ze komen een beetje link. Nee, hij is nog steeds daar. Oh mijn god, ouwe. Maar ze weten niet eens dat we hier zijn deze week. Nee, daarom. Dus we moeten hem chillen. Hun zijn nu in gevecht met twee anderen. Wat als ze nu een AR hadden? Oh mijn god. Hé, hij schiet! Ja, dat zijn die tegenstanders. Oh ja, je hebt gelijk. Oh mijn god, ik schrok me dood. Alsjeblieft, toxic gas, laat ons niet in de steek! Blijf gewoon bandages anders poppen. Als die toxic gas ons een beetje pakt, blijf ze gewoon poppen. Ja. Ik blijf gewoon de hele tijd bandages poppen, hoor. Hou ze wel in de gaten, hè? Ja, ik hou ze in de gaten. Ze schieten nog steeds op elkaar. Links. Cool, chill. Links. Ja, nee, dat is de tegenpartij. Ja, ik zie hem. What the fuck, eentje leek echt gewoon... Voor remaining, het zijn wij tegen hun. Oké. Niet schieten, ouwe. Oké, even kijken. Kut. Stevenson zit in het oosten. Ja, maar ik... Ah, shit, hij draait nu opeens achter die andere boom. Oh, ik zie die andere gozer. Ja, ik zie hem ook. Oh nee, ze... Ja, wat doet ze draaien naar die andere boom toe. Ze zijn nu omgedraaid. Kut. Kut. Nee, hij is weer teruggedraaid. Ja, we moeten die gast met die witte helm pakken, ouwe. Ja, we moeten hem snipen vanaf hier met een magnum. Yep. Hij kijkt hierin, wacht. Ja, ze kijken zeg maar richting het zuiden. Zuiden? Ja, daar kijken hun naar. Oh, hij loopt in het open. Ja, chill. Oké. Oké, hij komt, soort van. We moeten nu schieten. Echt? Nee. Oké, ik heb niet... Fucking hell. Nee, Don, chill. Ik zweer het, we moeten ze van dichtbij shotgun houden. Oké. Ik zweer het. Wacht gewoon af, ze moeten hierheen komen. Ze gaan hierheen komen. Hij komt. Schiet hem! Hij is dood! Andere? Chill. Fucking sniper ze voor! Waarom is dit zo'n kutgun? Ik probeer granaten te zwieberen als een hond. Hij deed het al bij mij. Ik kom naar jou toe. Zwieberen als een hond. Woo! Ja! Het is gelukt! I like the way you die, boy! This game is too small for the four of us. This game too small, motherfuckers. Oh mijn god, Don. Het is gewoon... De Magnum Challenge is gelukt. The fucking sheriffs zijn in town, boys. Team Sheriff Hero. Oh mijn god, ouwe. Huh? Ik tril, ouwe. Ja, dit kan je toch niet geloven? Holy shit. The fucking sheriffs, broeder. Oh, wat een kutgun is dit, ouwe. Echt, hè? Laat me in je kop schieten. Ouwe, jij had ze wel mooi, hè? Tering, ja, maar je backupte me goed, ouwe. We waren echt gewoon aan het afwachten als van die kleine Jack Russeltjes. Ik wilde gewoon de zenuwen in mijn handen gooien. Ik moest ze stil houden. Oh my god. Dit kan je gewoon niet geloven. Hoeveel heb jij? 1. Oh my god. Jezus, we moesten ons zo hard koest houden, hè? We hebben het goed gedaan, man. Als die guys gewoon letterlijk bleven zitten, want de cirkel was bij hun, hadden ze gewoon kunnen winnen. Dan hadden ze sowieso gewonnen. Hij had nog explosive arrows, man. Daarom. Dames en heren, dat was de Magnum Challenge. De Sheriff in Town, hoe je het ook wil noemen. Emre, bedankt voor het meedoen. Sowieso, man. Was keihard, broeder. Was sowieso. Dat is echt fucking nice. Wil jij meer zien van Emre, dan kan je eventjes gaan naar twitch.tv/toastmangames. Link staat in de beschrijving. Man streamt 3 keer in de week, waardoor... Of 1 keer op D&D Live is hij te zien en 2 keer op zijn eigen kanaal. Aanrader om even te kijken, man speelt veel H1Z1. En heb je nog iets anders om te pluggen? Ik heb gewoon helemaal niks meer, al. Ik moet scheiden. Is goed, we gaan scheiden. Jongen, was fucking vet, ouwe. Thanks, broeder. Ja. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei! Ciao.